Goedenavond, het nieuws van zaterdag 9 april. Kurt Cobain, de leadzanger van Nirvana, is dood. Volgens de Amerikaanse politie heeft hij zich in zijn huis in Seattle door het hoofd geschoten. Nirvana was met zijn grunge muziek een van de populairste bands van de laatste tijd. Weet je nog toen hij doodging, waar je was? Kan je dat nog herinneren? Ik denk dat ik thuis was. Dat was wel heel erg. Ja, echt heel erg. Zo zonde. Naar. Als iemand van 27 op die manier ten onder gaat, dat is heel erg naar. It made me, at first I wasn't sad, I was angry. I was just really angry. I just thought, what a waste. Het is eigenlijk triest. Maar ja, iedereen trekt aan je. Dan moet je wel tegen kunnen. Ja, denk je dat dat zo is gegaan? Ik denk dat het wel ongeveer zo is gegaan. I've read Perfume by Patrick Susskind about 10 times in my life, and I can't stop reading it. It's like something that's just stationary in my pocket all the time. It just doesn't leave me, and every time I'm bored, like I'm on an airplane or something, I read it over and over again. Because I'm a hypochondriac, and it just affects me. It makes me want to cut my nose off. What's the book about? It's about this perfume apprentice in France at the turn of the century, and he is disgusted basically with all humans, and he just can't get away from humans, so he goes on this trek, this walk of death, where he goes into the rural areas where there's, you know, woods all over the place and the small villages, and he only travels by night, and he just, every time he smells human, like a fire from a far off way, you know, he'll just get really disgusted and hide, and he just tries to stay away from people. I kind of relate to that. Kurt Cobain, rocklegende en mensenhater. Net als de hoofdpersoon Jean-Baptiste Grenouille uit het Parfum. Maar wel een mensenhater die de aandacht van de massa trok. Ook als Grenouille, die het Parfum ontwikkelde, waardoor alle mensen van hem gingen houden. Met Nirvana maakte Kurt de plaat Nevermind. Een plaat waar zoveel mensen nog steeds verliefd op worden. Vandaag, precies 20 jaar geleden, overleed hij. Alleen in zijn huis in Seattle. Dit is een eerbetoon van mensen die hem in Nederland hebben meegemaakt. In 1989 was hij hier voor het eerst op tournee. Het laatste concert was een memorabel optreden in Paradiso, 25 november 1991. Ik weet wel dat het vanaf dat het concert begon, was er een enorme bal energie. Onmiddellijk. Iedereen werd meteen gek. En eerst dacht ik van, wat is dit? Het is een beetje... Nirvana was in Nederland om hun plaat Nevermind te promoten. Kort daarvoor waren ze eigenlijk nog volstrekt onbekend. Maar nu wilde iedereen ze hebben. Net als in het Parfum. Daar bezweek Grenouille ook aan de begeerte die hij met zijn eigen parfum bij anderen opwekte. Ja, ik wil een kaartje. Ik wil ook een kaartje. Ik wil een Nirvana. Hoeveel heb je voor over? Nee, ik heb geen kaart. Ik vind het gewoon kut. Vind ik jammer. We've been in Europe ever since everything's happened. We haven't been back to America since this whole thing's blown up. Yeah. So we really don't know how insane it is there yet. The tour was booked months ago, so we're playing small halls.
where we would have played before any of this would have happened. So we can't really tell what's changed, but they'll hear our band and then, you know, they'll say, wow, I really like where these guys are coming from. And we'll say, you know, we like bands like Sonic Youth or Dinosaur Jr. or L7 or Hole, or the whole underground scene where we come from is just so right on. And maybe that's a way we justify why we've pursued this so far. Komt-ie. Dit is een goed boek over die hele geschiedenis van de jaren 80. En die begint eigenlijk bij Nirvana, eindigt bij Nirvana, maar alleen vlak voordat Nirvana doorbrak. Dus dit vertelt het verhaal wat leidt naar waar het uiteindelijk, wat uiteindelijk explodeert. Deze wereld is er niet meer dankzij Nirvana. En dat is geen goed en geen slecht. Dankzij Nirvana? Ja, nee, dankzij wat er met Nirvana gebeurd is. Dat waarom is het er niet meer? Nee, daardoor is dat kapot gemaakt. Het is niet, dingen gaan op een gegeven moment nemen een andere wending. En Nirvana heeft gezorgd voor die andere wending. Zonder dat ze dat wilden? Nee, dat wilden ze absoluut niet. En daar denk ik dat hij zich schuldig over voelde. Ik denk dat dat ook een onderdeel is van zijn miserie. Dat hij het gevoel had dat hij zijn wereld verraad zou hebben. Het legendarisch optreden in Paradiso in 1991 was ook het laatste optreden van Nirvana in Nederland. Maar waar begon het eigenlijk? In Rotterdam, Rock Temple Nighttown, waar grootheden als Nick Cave, Johnny Cash en Iggy Pop hadden opgetreden. Daar was ook Nirvana's eerste optreden in Nederland. Nighttown is nu een Chinese supermarkt. Het grote podium dat was daar in de hoek. En de plek waar Nirvana optrad, dat was daar waar die uitbouw zit, naar beneden, de basement in. En wat voor impact maakte dat bandje hier? Nou, de impact was niet zo heel groot op dat moment, want de voorverkoop was zodanig dat ik zoiets had van jongens, zal ik jullie niet gewoon de garage geven? Een maaltijd, het hotel is geboekt en dan laten we de bus maar ingeladen. Want er waren 11 of 12, 13 kaarten voor verkocht, in ieder geval heel weinig. Ja, er stonden volgens mij 150 man en het was een beetje zo'n droevig concert met zo'n half lege zaal en veel plastic bekertjes op de grond. En ik weet het niet 100% zeker, maar als ik me goed herinner liep het optreden af omdat Kurt Cobain koppeltje duikelend door de hele zaal het podium afging. Strade op in Vera ook, hè? Ja. Daar was je ook bij. Ja. Was dat wel een volle zaal? 60 man. Als je nu verhalen hoort, dan schat ik dat het toch minstens 3000 man geweest moeten zijn, maar het waren gewoon 60 man. Het waren gewoon aardige Amerikaanse jongens, zoals al die Amerikaanse bandjes eigenlijk aardige jongens waren. Die gingen op tournee, die gooiden een backline in een busje. Ze hadden een tourmanager die ook chauffeur was als het mee zat. En die gingen een aantal weken in Europa op tournee. En weet het, speelden en hadden een hoop lol. En na afloop gingen de meesten weer terug naar Amerika en aan de benzinepomp staan of bij de pizzeria werken. Want daar kwam het vaak voor dat soort bandjes van dat formaat op neer. Wanneer zag je Nirvana voor het eerst?
In 89 in Hoboken, New Jersey. En daar speelden ze in Maxwell's, wat een kleine zaal was. Eigenlijk 10 minuten met de metro vanuit Manhattan. En die, dat was met Ted. En dat was de combinatie die ook later in Nederland en ook bijvoorbeeld hier in Nighttown te zien geweest is. En kan me niet zo superveel meer herinneren van het optreden, alleen dat het uiteindelijk drumstel dat ik kapot gemaakt werd, dat kan ik me herinneren. Dat vond ik behoorlijk indrukwekkend. Wat deed het voor jou? Ja, dat is heel grappig, want ik vond eigenlijk Ted de betere band van de twee bands met wie we op tour waren. Daar had ik eigenlijk meer mee. Maar ik vond Nirvana ook wel heel erg goed, hoor. En Nirvana die hadden een beetje, als ze 10 optredens deden, waren er 7 waren matig, 2 waren goed en eentje was echt fantastisch. Maar dan ook echt through the roof, echt. Dat was, die ene dit maakte die andere 9 helemaal waard gewoon. Mom and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please no. Grandma take me home, grandma take me home. Nou, zal ik eens even voorlezen. Blablabla. Nirvana doet wat met songs. Gruizige pop met prima zang. Dat het verlies van 1 gitarist de band niet in de koude kleren zit. Er drukt nu wel een erg zware last op de tengere schouders van zanger-gitarist Kirk Cobain. Kirk Cobain. Ja, ten eerste heb ik hier de voornaam fout en ten tweede spel ik Cobain met een K. Maar goed, dat is typisch Verenkrant. Wij letten niet zo op de details. Nou, en dan Ted is van een geheel andere orde, bla bla. Dus ik had bij wijze van spreken, ik zal het niet te veel toe-eigenen. Een vooruitziende blik, maar... Ik heb Bleach, de eerste plaat, en daar heb ik toen wat nummers van gecoverd met een gelegenheidsgroepje. En dat vond ik wel indrukwekkend. En toen heb ik echt, toen Nirvana met Nevermind kwam, daar heb ik echt op gewacht op die plaat. En toen ik hem thuis beluisterde, heb ik hem echt wel... Nou, ik heb ook continu beluisterd met mijn koptelefoon op de rand van mijn bed en urenlang die plaat. Ik vond het zo onwijs goed. Ik ging ook naar mijn huisgenoten en ik zei tegen die plaat van Nevermind, van Nirvana, Nevermind, is zo goed. En mensen keken me aan van, ja, het zal allemaal wel. Nevermind, die plaat met die zwemmende baby op de hoes. Hij was nog niet uit in Nederland. Dat zou nog een paar weken duren. Maar Nirvana trad wel al op tijdens een avond in Wien. 1 september 1991. Een festival dat werd georganiseerd door Mojo Concerts. En werd gehouden in de Rotterdamse Doelen. In klassieke concertzalen. Nirvana kwam mee met Sonic Youth, die toen veel groter waren. Ik had ze natuurlijk in de Melkweg gezien, dat was wat kleiner, de zaal was half vol en ja, dat was gemoedelijk, vond ik tenminste. En aan avond in Wien, het was een heel groot gebeuren. Veel mensen, het was vol, druk, dat chaos. Ze komen op en in witte doktersjassen en stoned en hij kwam binnen en hij liet zich meteen voorover vallen.
op het publiek om een jointje aan te nemen. En bleef ze hangen op het publiek. En ik dacht, dit wordt echt een klote show. Weet je, van dit gaat er nu worden. Het merkwaardige van de boeking van Nirvana was dat wij Nirvana helemaal niet op het programma wilden hebben. Nee, maar is dat zo? Ja. Hoe kan dat? Omdat Sonic Youth, het label management, of labelmates van Sub Pop, wilde graag deze band op sleeptouw nemen en wilde die band op die manier over naar binnen duwen. Dus die hebben het opgedrongen? Ja, daar kwam het wel op neer. Want wat vond je van Nirvana? Ik vond er maar niks aan. Sonic Youth waren mijn vrienden, dus die wilden met meer mensen heel graag op het festival hebben. En die hebben op een gegeven moment Nirvana op tour met zich meegenomen, wat ze altijd deden. Die waren altijd heel erg van het uitnodigen en proberen een klein bandje in de spotlights te krijgen. En dat was die ronde, was het Nirvana. Nou, we werden netjes naar de kleedkamer gebracht. Dat was een grote foyer met twee schotten en daar zat een reggaeband. In het midden zaten wij met de Paradox en daar zat een... niet al te bekend, maar toch wel aardig combo, wat Nirvana heette. En waarvan iedereen zei van, die wil ik toch wel gaan zien vanavond. Dat hing wel een beetje in. Heb je ze toen gezien in mijn avond in Wien? Ik heb ze zelfs gestage managed. Dus, oh, wauw. Dat was best een toestand, geloof ik, toch? Dat was een memorabel avondje. Maar het, vertel. Dus ze liep het podium op, meteen de versterkers aan. Ik draag achteraan versterkers weer uit, stekkertjes er weer uittrekken. Ze weer het podium af. Toen hadden ze hun prullenbak in de fik gestoken. Riepen ze van, en we gaan echt niet drie kwartier spelen. We gaan spelen, we hebben wel anderhalf uur en we stoppen niet meer. Niks veranderd. En er is ijs. Ijs. Ijs voor everyone. You don't find ice in Holland. I love my ice. Then I'll drink the beer. But no, I'll share the beer. And I'll share the wine. Would you like to have a glass of wine? I would love to have your wine. Toen kwam die drummer, die stom laveloos, die kwam bij ons bier jatten. Wie is de? Dave Grohl, volgens mij. Nu weer heel beroemd eigenlijk. Ja. Maar goed, die was toen niet zozeer wereldberoemd als wel toetelaarvloos. En die kwam bij ons een sixpack bier klauwen. En dat hadden we nou net zo lekker bewaard voor na ons optreden. En een box of juice. Would you like some? Your juice is doing something for me. I want to shake the juice till it burst. Oh yes! I love your juice! I love your juice! In mijn herinnering was het... zo'n gangetje als daar, maar ik, het kan ook gewoon heel goed hier geweest zijn. Maar we liepen in elk geval naar buiten, ik zo'n arm om hem heen van kom op, gaan we een bandje kijken. Voor die kleedkamer ligt een plas bier en dan gaat het onderuit en dan denkt dat ik hem heb laten struikelen en vlieg me aan. Het optreden was... Het was meer een soort vage performance werd het. Het was niet heel goed, maar het had wel heel veel power en heel veel energie. En hij had heel veel gerotsen met zijn gitaar, veel feedback. En, op een gegeven moment was hij helemaal klaar mee of zoiets dergelijks. Hij gooit zijn gitaar naar Dave Grohl. Dat ding dat vliegt door het drumstel heen. En hij blijft gewoon doordrummen.
dat ding blijft feedbackend daar liggen. En hij gaat op een hele manische manier, loopt hij over dat podium. En de hele tijd met een soort grijns op zijn mond. Hij gaat op dat drumstel staan, dus hij flikkert daar doorheen. En hij pakt onderdelen van die drumstel. Hij wil zijn hoofd er doorheen slaan, hij wil ermee mappen. En dat doet hij dan ook. En het publiek blijft maar doorjoelen en schreeuwen, want het is een soort eind van het concert en je weet gewoon niet wat er gebeurt. De band begon met slopen, waarop ik gevraagd heb, gewoon per portofoon van hoe ernstig is dat en is dat gevaar voor het publiek? Nou, nu nog niet. Ze zijn nu met hun eigen spullen bezig. Waarop ik gezegd, nou, wat ze hun eigen spullen willen slopen, moeten ze zelf weten. Dat is mijn probleem niet, behalve de microfoons die wij ingehuurd hebben. Dus als ze aan PA beginnen, dan roep nog maar een keer. Bij de act? Of? Nou ja, deels. Het is een soort, ik weet niet, rock'n'roll en destructie gaan wel nauw samen wat dat betreft. Dus op een gegeven moment, hij pakt zo'n ride van het drumstel en hij loopt zo naar het publiek en hij staat zo. Ik denk, hij gaat, we zijn de lul, we zijn fucked, want hij gaat gewoon, hij is gek geworden. Dat dacht ik, hij is gek geworden of ik weet niet wat er is. En hij gaat ons slopen met dat ding, of hij gaat ons te lijf met dat ding. En ik stond tegen het podium, ik kan geen kant uit. Er was even zo'n moment dat, nee, dit kan niet waar zijn. Je dacht, het gaat om mijn hoofd. Nou, je wist niet wat er gebeurde. Dus het maakte echt wel veel indruk. En op een gegeven moment was het echt stuk. En hij wilde ook lopen naar de monitortafel. En die was van de doelen. En toen kwam ineens, allerlei mensen kwamen erbij en hij werd vastgehouden. Ik weet wel dat Willem Venema, die een avond in Wien organiseerde, die was echt woedend. Die sprong er ook tussen, die ging dingen weghalen en zo. Nou, het bleek dat PA ging overhellen richting waar het publiek stond. En toen heb ik hem van het PA afgetrokken. En Kurt? Chris. Chris. En daarop kwam, dat kun je ook op de beelden zien, kwam Corbeen met zijn gitaar zo naar mij toe om mij dan weer van het podium af te slaan. Was dat niet eng? Ja. Kurt aan zijn oor gepakt en zo meegenomen naar mijn kantoortje beneden in de doelen. En toen zei hij, so now you're gonna beat me up. Ik zei, hey. Zodat ik erbij sta, ik wil je gewoon eens even goed duidelijk maken dat ik dit gewoon slecht gedrag vind. En dat je de schade die je hebt gemaakt aan onze spul gewoon gaat betalen. Hier zie je het contract van, dit is even, het is het contract. Hoeveel kregen ze betaald? Nou, dat kan ik je precies vertellen, want dat staat hier ook. De groep kreeg 760 gulden. Er zit zelfs nog het schaderapport bij, zie ik nu. Van Amco, over de beschadigde zaken van Nirvana. Nou, wat hebben ze gesloopt? Het zijn geen SM58, het zijn 3 Sennheisers MD421. Dat is de schade die we in rekening gebracht hebben. Het zijn 3 microfoons van 315 gulden. Samen €119,83. Sugar off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me
have a seat, let me clip dirty wings, let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself, got some rope, haven't told, promise you, haven't true, let me take a ride, cut yourself, want some help, please myself. Ja, hier stonden we. Hey, hoe vaak heb je het verhaal van Nirvana eigenlijk verteld? Op een avond in Wien deed de VPRO natuurlijk heel veel interviews. En ik deed dan een interview met de Smashing Pumpkins. En hij ging toen vertellen dat hij een vriendin had, Courtney. En dat ze ook met Kurt bezig was. I am the girl you know can't look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try. Did you ever meet his wife? Yeah, yeah. And how were they together? Ja, zijn vriendin was natuurlijk erg slecht nieuws, dat was duidelijk. Ik zag haar, we hebben daar nu luiken voor de ramen, maar dat was toen nog niet zo. En ik zag haar op straat en ze liep naar die deur en begon op die deur te bonzen. En ze begint een tirade over, they're gonna rape me. Dus ik zeg haar, dit is Groningen, niet L.A. En dan zag je Courtney op een avond in Wien naast de jongen van de Smashing Pumpkins en dan weer naast Kurt Cobain. Ik weet niet, ja, het is dus zo afgelopen dat zij hem verlaten heeft voor Kurt. She demanded the attention. She wanted to be the center of attention all the time, no matter where she was or what she was doing. She was the center of attention. Ze zei dat ze bang was om verkracht te worden en ze zag allemaal mensen die haar volgden en paranoia gedrag. Dus, ik heb een biertje aangeboden en een beetje tot rust gemaakt. En toen ging het ook wel weer. Can you hear my love? Can you hear my love? Toen kwam er iemand, ja, die kwam er aan, die langs me heen wou. En ik zat zeg maar vooraan bij die balustrade, stoeltje, weinig ruimte voor je. Dus die, excuse me, hè, mag ik er even langs? Dus ja, dat mag wel als ik zo naar achteren. En toen liep Courtney Love dan langs me heen. Ik herken daar gelijk, want Hall ken ik natuurlijk ook wel. En dus het was wel echt van, oh, oké, okay, Courtney Love. Ja, leuk. Die stond eigenlijk naast me toen de rest van het concert. Maar en wat had ze dan aan? In die tijd had ze veel van die jurkjes aan, kanten, een beetje van die tweedehands jurkjes. En dus dat had ze ook aan, wittig. En dat is ook wat ik nog heel goed herinner, namelijk die geur eigenlijk die ze om zich heen had. Want meestal als je kleding haalt in een tweedehandse winkel, dan is het hartstikke leuk om even wassen natuurlijk. Die geur, dat heeft het hele concert een beetje bij me gehangen ook zo, ja. De geur van Courtney. Ja. Was ze hem heel erg aan het aanmoedigen, kan je dat herinneren? Ja, ze was heel erg aan het juichen en klappen en ook van zie mij is aanmoedigen. Dat gevoel had ik ook van nou ja, ik zie je wel hoor, ja, je doet het wel. Ja, dus dat was mijn moment met Courtney, zeg maar. En ja, later hoorde ik dat ze dezelfde avond ook tot huwelijk was gevraagd door Kurt via de telefoon hierboven. Ja, het is een absurd verhaal, maar het is wel waar. Ja. In de zin van, hij heeft hierheen gebeld op de dag dat Courtney Love en Hall hier speelden op 6 december 91. Dat was, zaten voor te eten. Bel ging of telefoon ging en Kurt Cobain en Nirvana speelden in Engeland.
We waren op tour in Engeland, dat was al zeer succesvol. Dus die was zo van, hey Koert, hoe is het en zo? Nou ja, prima. Weet ik eigenlijk ook niet meer, prima. Maar ja, toen kwam het zo op Courtney Love, begon hij over. En het kwam erop neer dat hij haar ten huwelijk wou vragen, maar dat hij dat daar wel een probleem mee had om dat zelf te vragen. Dus toen kwam het erop, kan jij dat niet vragen? Ik zeg, hé man, dat gaan we natuurlijk niet doen. En toen hebben we nog even een tijdje gepraat en zei, nou, ben je nou klaar voor? Oké, ja, ik ben er wel klaar voor. Nou, dan ga ik er nu halen. Oké, nou, ik heb erop gehaald, Koert aan de telefoon en deur op slot gedaan. En, het is een absurd verhaal en het past in de hele absurde geschiedenis. When the sky was made of amethyst, and all the stars were just like little fish, you should learn when to go. You should learn how to say no. Opposites attract, so they say, but I don't know. I never seen them lovey-dovey like a normal couple, or I never seen that. Nevermind kwam 3,5 week na het Rotterdams Festival Eindavond in Wien uit. Vanaf daar zit Kurt Cobain met Nirvana op een andere trein. De trein van voorspoed en succes. Smells Like Teen Spirit bestormt de hitlijsten in Amerika. Terwijl de band op tour is in Europa. 3 maanden na Rotterdam staan ze in een uitverkocht Paradiso. En op diezelfde dag, een paar uur daarvoor, spelen ze voor de radio. Nou, er kwamen gewoon drie uitgewone jongens binnen, waarvan je echt kon zien van die zijn echt dood en doodmoe. Die sessie duurde 3 kwartier en gejammer en gejengel en oh ja, dan werd het toch bijna even een liedje, maar dan toch weer niet. En dan, nou, zo ging dat maar door. There's an ashtray right by the drum set. I was born in Virginia. His name is Virginia. What's that? But she was born in Pennsylvania. So there ain't no connection. Nou ja, ze zaten er maar een beetje. En op een gegeven moment werden die instrumenten wel een beetje gepakt. En ja. Er gebeurde niet veel en ik ben daar middenin gaan zitten en ik ben een beetje omheen gaan fotograferen. En onder andere toen die foto van Kurt Cobain gemaakt. Ja, wat was hij toen? 25 of zo? Dat was ook een klein mannetje, maar een rommelig mannetje. Could you hand me the ashtray? Vond je ze goed? Nee. Ja, ze waren zo aan het klungelen en het was zo rommelig en ja, het leek wel of ze de gitaar niet gestemd kregen en ja, ik vond het helemaal niks. Ik ben dan weer gesmeerd. Het was niet om aan te horen. Waar zou dat door komen, denk je? Ja, ik weet het niet. Want het concert wat ze een paar uur later gaven. Ja, toen speelden ze de Sterren van de Hemel. Ja, ik bedoel. Ze konden het wel. She ain't no vampire, 'cause she
doodberoemde foto en dat geworden. Dat is een hele beroemde foto geworden. Die is echt de hele wereld over geweest. En die gaat nog steeds de hele wereld over, ja. Had je gedacht dat dat zo zou gaan? Nee, maar ook helemaal niet. Nee, zeker niet. Kutke Ben die vroeg nog van, kom je naar Paradiso vanavond? En ik denk, nou sorry, maar ik moet naar de Ramones. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Was ook leuk hoor. Heb ik ook mooie foto's gemaakt. Van Joey. Ook overleden. Jij was 15. Ja. En wat kan je nog van herinneren? Dat we naar Amsterdam gingen met z'n tweeën. Dat was al een hele onderneming. En dat we aankwamen bij de Paradiso. En dat wij al een donkerbruin vermoeden hadden. Of iets zagen gebeuren waarvan we zoiets hadden van, oh nee, we hebben geen kaartjes gekocht. Waarom hadden jullie geen kaartjes gekocht? We waren niet op de hoogte van dat er iets gaande was rond die band. Nee, ik heb geen kaart. Ik vind het gewoon ijskut. Vind ik jammer. Daardoor piesten we naast de pot. Ik weet dat er onwijs voor top 40 softies tussen lopen die top 100 hebben geluisterd. Heel leuk plaatje, gaan Nirvana. Maar wij komen er nou niet in. Maar wat er gewoon gebeurd was, dat is een klein schlemielerig bandje uit Seattle, waar je er een heleboel van had in Amerika. Heel veel gitaarbandjes, punt. En dit ene bandje, dat explodeert. Denk je dat Nirvana, was de bedoeling van Nirvana om zo groot te worden? Ik denk niet dat Nirvana enige bedoeling had. Nee? Nee, ze wou gewoon geweldige muziek maken. Maar is het ze dan een beetje overkomen? Het is ze volledig overkomen. Was he happy with the success? No, I don't think so, no. In a way, yes, but he hated being the center of attention all the time. How did people treat him then? Like a god? Some people treated him like a god. Kijk, er is altijd heel veel reuring bij zijn optreden en het publiek heeft heel veel energie. En ik liep hier rond en daar zit iemand op de grond en denkt, moet dit nog op? En wakker worden of denk je, is er iets mis? Was Kurt Cobain. Die zat daar gewoon een kwartier voor het optreden of iets langer daarvoor. En tot vlak voor het optreden bleef hij daar zo zitten. En als je daarna die energie en die concentratie, maar vooral die energie op het podium ziet, dat geloof je bijna niet. Zo'n contrast. Ja. I'm so happy, cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, so are you. Look on this Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah.
iedereen ging door het lint. Op een gegeven moment begonnen ze te stage diven en iedereen was echt wild. Ja, ik was verbaasd dat het zo snel op dat level was. En dat bleef het ook de hele tijd. Het zat meteen in een piek en dan bleef het daar de hele avond door. Hij was niet aan het zingen, maar echt aan het schreeuwen. En het was gewoon een soort een bal van woede en angst leek het. Ik weet niet, een soort hele heftige manier van met muziek omgaan. Dus op een gegeven moment keek hij wel recht in de lens. En ik schrok een beetje van die blik, want dat was. Ineens zag ik die ogen, die waren echt heel fel, priemend blauwe ogen. Waar precies dat gevoel in lag van zijn muziek. Ik weet niet, ik kan het niet zo goed uitzeggen, maar het is een mix tussen woede en angst, zo, allebei. Ik denk nog steeds, maar dat kan ik natuurlijk niet, kan het niet vragen, maar dat hij mij niet aanviel, maar de wereld. Hij probeerde mij eraf te duwen. Ja, het podium is vrij hoog, dus ik dacht als ik hier achterover val met een camera, dan kan het wel slecht aflopen. Dus ik liet me echt niet eraf duwen. Dus ik duwde heel hard terug met mijn camera op zijn gitaar. Wat eigenlijk een heel mooi shot was, vond ik. Zijn gitaar was uitgeplucht, dus hij zocht naar die plug. Dat was een heleboel chaos en gekiep. Ook een heel erg buitenbeentje op school al. En zo zat hij op de schoolfeestjes ook aan de zijkant te kijken. Nou, dat gevoel is denk ik wat heel erg in die muziek zit. Wat mij ook heel erg aanspreekt. Ik herken dat wel. En opeens hoort hij er helemaal bij en net weer te veel. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Word je geaccepteerd. Sta je ineens in de top 40. Ja. Ik denk dat hij gewoon de aandacht niet trok. Het ging te snel. Als je een hele gevoelige jongen bent die niet lekker in zijn vel zit en je krijgt al dat over je heen, ja, dat is ontzettend moeilijk. Want wat is al dat? Constant interviews, iedereen die aan je trekt, iedereen die wat van je wil. Je bent opeens van een onbekend introvert jongetje, word je opeens een wereldsuperster. Daar moet je maar mee om kunnen gaan. Je kan ook zeggen, gewoon ja? Keihard, van daar zit iemand die zodra die het shot heeft, weer tot leven komt. Drugs. Dagje. Ja? Ja, reken maar. Dat hoef je toch niet onder stoelen of banken te steken. Het is het nare evenwicht in de popmuziek. Better way, better way, better way.
I remember one day he said, I remember him distinctly saying, it feels like he's clocking in. We were on huge tours, we were playing like arenas all the time, all across the country. We were in America at the time. And to him it felt like he was clocking in everything, because it became a process. It didn't become a... It became work. It became work, yeah. Ik had een optreden staan in maart, geloof ik. Moet je even spieken. In maart 94 in de Ahoy. En ik ben 14 februari naar Parijs gereden. En waarschijnlijk was er op dat moment onzekerheid of het door zou gaan. En ik weet dat ik de management daar tegenkwam. En dat die tegen mij zei van, ik weet het ook niet. Dus het was in die tijd voor iedereen heel vaag van wat de komende dag zou brengen. Laat staan de komende maand, laat staan het komende jaar. Een paar dagen later is de tour afgebroken in München. Dat was het laatste optreden. Dus dat was al een reden van, oh, wat gaat er nu gebeuren? En toen is Kurt en nog een paar mensen zijn naar Rome gegaan. En daar heeft zich dat... incident, zoals het altijd genoemd wordt, afgespeeld, waarbij hij een soort overdosis heeft opgelopen en in coma geraakt is en in het ziekenhuis terechtgekomen is. Ze zeggen dat zijn eerste zelfmoord was. Poging. Dat kunnen jij en ik niet beoordelen. Dat weet ik echt niet. Dat weet ik niet. Raar dat niemand zo'n jongen dan redt, hè? Vrienden, familie. Je weet toch dat je mensen niet kan redden? Mensen kunnen toch alleen zichzelf redden? Hoe is het toen verder gegaan? Heb je toen weer geprobeerd? Nee, ja, we hebben een tweede datum gehad, voor een aantal maanden later. Oké. Okay. Er is over gesproken, er is tegen de mensen gecommuniceerd van hou je kaartjes en we komen hierop terug. Maar weer in april is hij overleden, dus toen was het einde verhaal. En toen was het duidelijk dat het dus, de mensen een kaartje konden teruggeven. Maar ik kan me herinneren dat we er toen verbaasd over waren hoeveel mensen hun kaartje niet terug hebben gegeven. Maar waar die allemaal gebleven zijn? Gewoon, ik heb er een paar op internet zien staan met een foto, voor de rest geen idee. Gehouden uit liefde? Ja, waarschijnlijk wel. 37 gulden, dus 17, 18 euro. Rape me, rape me, my friend. Rape me. Rape me again. I'm not the only one. 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 Hate me. Do it and do it again. Fantastisch. Ik bedoel, we hebben nu die documentaire wordt gemaakt omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. Maar je kan aan de opnames van het concert zien hoe goed het was. Dus daarom wordt die documentaire gemaakt, omdat hij zo goed was.